NOS Journaal. Oppositie wil Oekraïne verlammen met algehele staking. Justitie onderzoekt uitlatingen van moslimprediker Van de Ven. Monument voor gesneuvelde dieren onthuld in Londen. Goedenavond, dames en heren. In Oekraïne dreigt een burgeroorlog. Die waarschuwing kwam vanavond van de vertrekkend president Kučma. Het conflict is vandaag verder op scherp gezet. De kiescommissie heeft de kandidaat van de regering, Janukovic, tot winnaar uitgeroepen van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Maar de oppositiekandidaat, Yushchenko, legt zich daar niet bij neer. Hij heeft vanaf morgen een algehele staking aangekondigd. En ook de internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen en dreigt de verkiezingsfraude met sancties af te straffen. Rond middernacht loopt het onafhankelijkheidsplein pas langzaam leeg. Meer dan 100.000 mensen hebben hier de hele dag hun protest laten horen. Morgen zullen ze vrijwel zeker weer terugkeren om de massastakingen van de oppositie kracht bij te zetten. Я не згоден також з таким результатом, тому що явно видно, що це фальсифікація. Yushchenko! Yushchenko! Thousands of people gathered here because they do not agree. They do not want to live in the country where democracy is blocked. Vanavond riep de oppositiekandidaat Yushchenko op tot een stakingsgolf die het land moet platleggen. Het is zijn zoveelste optreden in een poging de mensenmassa gemotiveerd te houden. Eerder op de dag maakte hij duidelijk dat de oppositie steun krijgt uit de hele wereld. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це свідчення того, що пала друга стіна. Ви знаєте, в того чоловіка пустих політичних слів мало. Yushchenko blijft bij zijn eis, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Zijn tegenstander Janukovic verscheen vandaag maar even op de televisie. Hij deed de demonstratie van de hand als onbeduidend. Vertrekkend president Kučma laat zich al dagen niet meer zien. Volgens de demonstranten een teken dat ze aan de winnende hand zijn. De kiescommissie heeft dus de regeringskandidaat Janukovic als winnaar uitgeroepen. Correspondent Peter Dammekoer is in Kiev. Eerder vanavond vertelde hij hoe de tienduizenden demonstranten op het plein reageerden op die officiële verkiezingsuitslag. Ze hebben net van Yushchenko gehoord dat hij de strijd doorzet en dat hij die mededeling voor kennisgeving aanneemt en heeft opgeroepen tot een algemene politieke staking vanaf morgen. En bovendien zal morgen een hernieuwde mars worden ondernomen op het presidentiële paleis. Niet alleen op het gebouw van de presidentiële administratie, maar ook op het presidentiële paleis. Nee, het heeft meer hier de lont in het kruidvat vermoedelijk gestoken. Dat men nu heeft men het idee gekregen dat men nu vrijuit moet gaan en voluit moet gaan, omdat kennelijk de zittende macht geen duimbreed wil wijken. En in de loop van de dag is de internationale druk op Oekraïne om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren enorm toegenomen. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten dreigen met maatregelen. Premier Balkenende, de huidige voorzitter van de Europese Unie, heeft een gezant naar Oekraïne gestuurd om aan te dringen op een vreedzame oplossing. De Europese Unie maakte vandaag nogmaals duidelijk dat de verkiezingsuitslag onacceptabel is. We consider there is a place in the European family for a democratic Ukraine. We regret that Ukrainian authorities have not taken the opportunity to demonstrate their commitment to democracy. This could affect our relations in the future. Morgen reist de Russische president Poetin naar Den Haag voor een top met de Europese Unie. Rusland heeft grote invloed in Oekraïne. Een woordvoerder van Poetin reageert luchtigjes op de internationale bezorgdheid. The agenda of Russian-EU relations is extremely big and there are too many questions to discuss with Mr. Barroso for to devote considerable part of time to the discussion of the situation in Ukraine. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell vindt het tijd voor actie. We cannot accept this result as legitimate because it does not meet international standards and because there has not been an investigation of the numerous and credible reports of fraud and abuse. If the Ukrainian government does not act immediately and responsibly, there will be consequences for our relationship, for Ukraine's hopes for Euro-Atlantic integration, and for individuals responsible for perpetrating fraud. Oekraïne krijgt ook een veeg uit de pan van NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer. Hij spreekt van massale fraude en eist dat de uitslag van de verkiezingen wordt herzien.
Minister Donner heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om na te gaan of moslimprediker Abdul Jabbar van de Ven kan worden vervolgd. Die zei gisteren in een televisieprogramma van de EO dat hij hoopt dat Kamerlid Geert Wilders snel doodgaat. Van de Ven zegt nu in een verklaring dat hij geen oproep heeft willen doen om Wilders te doden. De hele Tweede Kamer vindt dat Abdul Jabbar van de Ven vervolgd moet worden. Ze vinden dat de gevraagde uitspraken bij Andries Knevel aanzetten tot haat en een impliciete dreiging zijn aan het adres van Geert Wilders. We hebben er ook als collega-fractievoorzitters eigenlijk genoeg van dat een collega-parlementariër van ons op deze manier steeds bedreigd wordt. Want dan kun je eigenlijk nauwelijks je werk meer fatsoenlijk in alle vrijheid doen. Dit kan niet. Eigenlijk vinden we dat het strafbaar zou moeten zijn. En als het niet strafbaar is, dan moeten we met elkaar het debat hebben over hoe we het strafbaar kunnen maken. Blaast u de zaak niet heel erg op? Nee, want ik vind een doodsbedreiging aan het adres van één politicus, dat is een doodsbedreiging aan alle politici. Dan kan niemand zijn werk doen. Dan gaan we bang worden. Dan gaan we niet meer de dingen durven zeggen die gezegd moeten worden. En dat is uiteindelijk een bedreiging voor heel Nederland. De 27-jarige Abdul Jabbar van de Ven is een Nederlandse moslim, een bekeerde katholiek uit Brabant. Op zijn 14e gaat hij over tot de islam, uit onvrede over de westerse samenleving. Op internet legt hij uit hoe je je moet voorbereiden op een heilige oorlog. Osama Bin Laden ziet hij als zijn broeder. In de EO-uitzending van Andries Knevel gisteravond laat hij zich radicale uitspraken in de mond leggen. U wilt eigenlijk diep in uw hart dat Geert Wilders doodgaat? Ja, binnen nu en twee jaar. Ik zou er blij om zijn. Ik zou er blij om zijn. Ja. Ja. Nee, daar bent maar eerlijk. Ik hoop niet dat het een moslim is die hem vermoordt. Nee, liever kanker. Liever bijvoorbeeld, ja. Vandaag zegt hij over dat interview in een verklaring: zoals nu wordt gesuggereerd, zou ik oproepen tot moord op de heer Wilders. Of een moord op hem goedkeuren. Iets dat ik ten stelligste ontken en waar ik volledig afstand van neem. Op de website van de EO stromen de reacties binnen, positief en negatief. Interviewer Knevel zegt dat hij geen spijt heeft van het gesprek met Van de Ven. Ik vind dat ik hem absoluut niet de uitspraak in de mond heb gelegd. Als hij niet had gewild dat Geert Wilders dood moest, had hij dat kunnen zeggen tegen mij. Ik wil helemaal niet dat Geert Wilders doodgaat. Of ik wil dat Geert Wilders doodgaat op de gezegende leeftijd van 100 jaar. Minister Donner vindt dat voorkomen moet worden dat dit soort maloten, zoals de minister het formuleert, een platform krijgen. Het ging vanavond in Den Haag niet alleen om het wij-zij-gevoel te laten verdwijnen. Het was ook de bedoeling dichter bij elkaar te komen. En daarom werden vanavond in Den Haag op 28 plekken discussiebijeenkomsten met burgers gehouden. Aanleiding zijn de moord op Theo van Gogh en de gebeurtenissen rond het terroristenpand in het Laakkwartier. Een van de bijeenkomsten werd gehouden in het Terra College, de school die in het nieuws kwam na de moord begin dit jaar op docent Hans van Wieren. Bijna geen stoel onbezet in het Terra College. Allemaal Hagenaars, maar wel bijna alleen maar allochtone Hagenaars. Ik vind het jammer inderdaad dat het niet, autochtone burgers heeft getroffen, althans niet veel. En voor mij, ik weet niet of ik daar een conclusie uit moet trekken, willen ze niet in dialoog gaan met ons of wat dan ook. In principe al een verloren debat is, want je krijgt maar één stem te horen. Dus. In de Schilderswijk discussieerden de mannen en de vrouwen apart. Omdat we weten dat de doelgroep die om ons huis heen woont vrij conservatief is, hebben wij besloten om voor deze ene keer deze heel belangrijke discussie gescheiden te voeren. Hier waren wel redelijk wat autochtonen op de bijeenkomst afgekomen. En we willen met elkaar leven en we kunnen goed met elkaar samenleven. En ik ben heel erg boos dat mensen die alleen maar witte mensen zien, alleen maar Nederlanders gaan roepen dat wij een probleem hebben met z'n allen, terwijl we dat gewoon niet hebben. De moskeeën worden in brand gestoken, de kerken worden. Waarvoor is dat nodig? Mensen, stop ermee. Op de meeste plaatsen kwamen mensen vooral om hun frustraties, ergernissen en onzekerheden te uiten. Niet zozeer om te discussiëren. Ik zit met een probleem. Mijn kinderen zijn neergeboren en van Nederlandse moeder. Maar wat moet ik zeggen? Je mag alles zeggen op school, want wij hebben hier in Nederland vrijheid van meningsuiting. Of moet ik zeggen van probeer maar niet andere mensen te kwetsen? De 28 discussiebijeenkomsten trokken samen enkele honderden mensen. De politie heeft 6 mensen aangehouden in verband met de brandstichting in de islamitische basisschool Bedir in Uden. De islamitische school ging ruim 2 weken geleden in vlammen op. Meteen werd duidelijk dat de brand was aangestoken. Want op de muren en ramen van de school waren teksten gekalkt die verwezen naar de moord op Theo van Gogh.
De 6 verdachten zijn tussen de 14 en 17 jaar. Ze worden ook verdacht van poging tot brandstichting in de moskee van Uden. Eurocommissaris Nelly Kroes van Concurrentiebeleid wordt scherp in de gaten gehouden door commissievoorzitter Barroso. Hij krijgt voortaan regelmatig een lijst met onderwerpen die mogelijk problemen kunnen opleveren vanwege de vele relaties van Kroes met het bedrijfsleven. Gisteren al moest ze een zaak doorgeven aan Barroso vanwege een mogelijk belangenconflict. De nieuwe Europese Commissie van Barroso kwam vandaag voor het eerst bijeen. Na jaren discussie krijgt Delft eindelijk een spoortunnel onder het centrum. De stad wordt daarmee verlost van het treinviaduct dat de oorzaak is van veel overlast. Het drukke treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag rijdt nu dwars door Delft over het viaduct vlak langs de huizen. Minister Peijs heeft aangekondigd dat ze gaat meebetalen aan de spoortunnel. Daarvoor legt ze 344 miljoen euro opzij. Dankzij deze toezegging kan Delft nu beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel. Vergeten helden zijn het in veel oorlogen. Ze werden gebruikt als spion, bij het opsporen van mijnen of gewoon als vervoermiddel. Miljoenen dieren. Ze kwamen om op de slagvelden. Alleen al in de Eerste Wereldoorlog kwamen bijvoorbeeld 8 miljoen paarden om het leven. De Britse prinses Anne onthulde vandaag een monument voor alle dieren die ooit gediend hebben in het Britse leger en bij andere geallieerde troepen. De echte ezel verloor even een beetje zijn geduld, maar prinses Anne onthulde onverstoord het monument voor de dierenslachtoffers. Het monument in Park Lane in Londen beeldt 2 ezels uit, een paard en een hond, en een lijst met de aantallen slachtoffers die vielen in verschillende oorlogen. Volgens de voorzitter van de Britse dierenbescherming waren dat er dus miljoenen. In de Eerste Wereldoorlog stierven dus alleen al zo'n 8 miljoen paarden. Maar beroemd zijn ook de glimwormen die soldaten bijlichten om hun kaart te lezen. Honden hebben ook vaak gediend in diverse legers. Zoals deze, die in dienst was van het Franse leger. De Britten gaven zelfs medailles aan de parachutehond Rob, die 20 keer achter de vijandelijke linie sprong. En zijn soortgenoot Ricky, die hielp bij het opruimen van mijnen in Nederland. Ze zijn allemaal in het monument vereeuwigd. Ook in latere oorlogen zijn dieren gebruikt. Deze duif op het dak van een Amerikaanse jeep in de Golfoorlog diende om een chemische aanval snel te kunnen opsporen. En bekend zijn ook de dolfijnen en zeeleeuwen die getraind werden om mijnen op te sporen. Volgens de Britse schrijfster Jilly Cooper werd het hoog tijd voor een speciaal monument voor al deze dieren. It's long overdue because the animals were so brave and they fought so heroically and hugely in war over the centuries and they've never been thanked by a monument. Volgens de organisatie die het monument liet bouwen, vroeg slechts een enkeling waarom er in 's hemelsnaam een monument voor dierenslachtoffers moest komen. En was ruim 90% van de reacties positief. Sluiten we af met dit weer. Vannacht vriest het licht. Op sommige plaatsen komt zeer dichte mist voor. Verder kan het glad zijn, vooral op bruggen en viaducten. Morgen begint de dag met mist en wit bevroren weilanden. Het wordt een graad of 5 en er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Vrijdagochtend vriest het ook nog licht, overdag wordt het zachter. En in het weekend is het wisselvallig. Dit was het voor vandaag. Vanaf 7 uur zijn we terug met de ontbijtjournaals. Voor nu wens ik u ook namens de collega's een goede nacht.